kleuren mengen. Ik heb een handige tip voor je. Mijn planten buiten staan al in het gelid om op het papier door mij gezet te worden. Maar hoe kan ik nou op een vlugge manier de juiste tinten vinden, zodat ik ze straks ook nog weet hoe ik het heb gemengd? Ik ga het je voordoen. Ik heb een handige tip voor je. Even dit aquarel aan de kant. Ik pak mijn palet erbij. Als voorbeeld wil ik de kleur groen maken met twee kleuren, geel en blauw. Je kunt ook groen rechtstreeks uit de tube gebruiken. Dat kan, maar door het zelf te maken kun je meer verschillende kleurtinten groen krijgen. Lichtgroen, donkergroen. En op locatie hoef je dan niet zoveel tubes mee te nemen. Dus zo gezegd, zo gedaan, ik meng mijn geel, blauw, meng ik door elkaar en dan krijg ik groen. Nou vind ik dit groen iets te donker, dus ik wil er graag iets geler bijvoegen. Dit is niet verkeerd, maar ik wil je graag een andere manier van werken laten zien. Die meer verschillende kleurnuances geeft en die ook wat minder verf kost. Kijk, ik leg alvast geel klaar op mijn palet, zodat ik straks niet rechtstreeks van mijn napje hoef te pakken, waardoor ik het mengproces beter kan beheersen. Dat doe ik ook met blauw. En nu pak ik een klein beetje blauw en dat voeg ik bij een klein beetje geel. Dus ik gebruik niet gelijk de hele gele verf. Nu ontstaat er een lichtgroene kleur. En als ik hem lichter wil hebben, kan ik dus nog wat geel bijvoegen wat ik al klaar heb liggen. Zo meng ik op een meer beheersbare manier. Vind ik hem bijvoorbeeld te licht of zou ik ook graag nog wat donkergroen willen hebben? Nou, dat kan. Dan pak ik dus weer wat blauw en dat voeg ik bij een klein gedeelte van mijn lichtgroen. Ik doe dus niet alle verf door elkaar. Op het moment dat ik denk, oké, nou heb ik een aantal mooie tinten groen. Dit is natuurlijk te weinig voor een aquarel. Dan start ik opnieuw en maak ik grotere hoeveelheden aan. Want ik weet nu de juiste verdeling geel en blauw. Handig tip? Mengen in kleine stapjes? Misschien zeg je ook wel, Jomgo, jouw blauw-groen was wel heel erg blauw. Klopt. Ik maak altijd minimaal 5 verschillende kleurtinten van 1 kleur. En dat loopt dan van geel-groen naar blauw-groen. Om te zorgen dat mijn aquarel er boeiend uit komt te zien. Hoe meer verschillende kleurtinten en nuances ik kan verwerken in 1 aquarel, des te mooier wordt die. Mijn naam is Margot van Veghel. Ik help andere aquarellisten mooie en boeiende aquarellen te maken. Happy painting!